In deze video gaan we kijken naar hoe je je tablet uit de Wacom Cintiq-serie installeert op je PC. Allereerst moeten we natuurlijk de kabels aansluiten. Allereerst gebruiken we deze meegeleverde adapter om de tablet te verbinden met de PC voor zowel beeld- als dataoverdracht. Nou, daarvoor gebruiken we deze meegeleverde USB-C-kabel. Die sluiten we aan op de adapter en op de tablet. Vervolgens pakken we de mini DisplayPort, die sluiten we ook aan. En als laatste de USB 3.0. En die verbinden we allebei met de PC. Vervolgens gebruik je een van de andere twee USB-C-poorten om de tablet te voorzien van stroom. Zodra de tablet is voorzien van stroom en verbonden is met de computer, zal hij waarschijnlijk automatisch drivers gaan installeren, maar dit zijn niet automatisch de juiste. Ga daarom altijd eerst naar de site van Wacom om te kijken of er nieuwe en de laatste versies van de drivers beschikbaar zijn, zodat je zeker weet dat je tablet goed functioneert. Dan zet de tablet aan. En zoals je kunt zien gaat hij gelijk installeren. Ga daarom allereerst naar je browser en tik in www.wacom.com/start. Hier krijg je een lijst te zien van alle beschikbare Wacom tablets. Kies je uit jouw Cintiq. Nou, wij hebben de Wacom Cintiq Pro. En klik hieronder op het installeren van de drivers. Nou, kies hier je besturingssysteem, Windows. En hier zal die automatisch de laatste en de nieuwste versie van de drivers downloaden. Zodra dit gedaan is, kan je uiteraard de installatie starten. En zal die automatisch alle bestanden uitpakken die hij nodig heeft voor het installeren van alle drivers. Nou, zoals je ziet zijn de drivers net geïnstalleerd, maar het is heel belangrijk dat je je computer opnieuw opstart voordat de tablet helemaal goed werkt. De installatie zal daarom ook verder gaan nadat je je computer opnieuw hebt opgestart. Zodra je computer opnieuw is opgestart, zal Wacom automatisch verder gaan met de installatie zoals je hier kan zien. Nou, klik hier op starten. Je kan hier een Wacom ID aanmaken als je die nog niet hebt, of je kan inloggen. Ik heb er al een, dus ik kan gewoon inloggen. Vervolgens klikken we op volgende. En hier krijg je wat informatie over de huidige tablet. Nou, we zien hier de bovenste aanraaktoetsen. Op volgende. En we zijn klaar met de installatie. Nou, het fijne van Wacom is dat je die helemaal zelf kan instellen naar jouw wens. En dat komt via het Wacom Desktop Center. En die vinden we hier. Hier kun je dus alles instellen. Van de touch-instellingen naar de pen-instellingen. Maar ook de instellingen voor de onscreen bediening. En dat is heel fijn, want hier kunnen we instellen welke menus we wanneer willen zien. En die kunnen we toewijzen aan speciale toetsencombinaties of bijvoorbeeld knoppen op de pen. Stel je nou voor dat je het heel fijn vindt om een radiaalmenu in Photoshop te gebruiken, dan kunnen we hier een menu maken speciaal voor Photoshop. En dat kunnen we mappen onder een van de toetsen van de pen, zodat op het moment dat we op de bovenste knop drukken, automatisch het radiaalmenu voor bijvoorbeeld Photoshop krijgen. En zo kan je uiteraard de hele tablet helemaal naar wens instellen. Maar vergeet vooral niet dat het heel belangrijk is om van tevoren je tablet te kalibreren. Dit zorgt ervoor dat de pen helemaal is uitgelijnd met de tablet, zodat je altijd precies weet waar de pen zich bevindt. Probeer het even uit, kijken of de cursor goed je pen volgt. En als dat goed naar wens is, dan kan je gewoon op oké drukken. En dan is het kalibreren voltooid. Vergeet het ook niet te doen op het moment dat je oriëntatie van je tablet wijzigt. Want dan zou het dus kunnen dat je op een andere manier je pen vasthoudt. Zoals je kunt zien ben je binnen een mum van tijd klaar met het installeren van jouw nieuwe Wacom Cintiq. En kan je vanaf dit punt de tablet helemaal naar je eigen wens instellen.